Het is jullie natuurlijk ook opgevallen. Ja. Als er wat gebeurt, hè, in Nederland, hè, iets vreselijks of iets raars, dan komt er uit de Den Haag, zeg maar, het kabinet, dan komt dan de mededeling, het is onacceptabel. Ja, dat is het dan. En dan doen ze verder dus gewoon helemaal niks. Nee, armpjes over elkaar, zo, lekker, ja, lekker, en lekker toekijken, en dan gebeurt er niks. En intussen maar roepen, onacceptabel, ja. Dus bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Ter Apel, ja, dat, het loopt helemaal uit de hand. En dan komt er iemand en die zegt, onacceptabel. Ja. Goed hè, ja, en dan gewoon niks doen, nee. En dat gebeurt natuurlijk ook met de rellen, met Oud en Nieuw bijvoorbeeld. Hè. En de politieagenten en die arme mensen van de brandweer, die krijgen van alles naar hun hoofd gegooid. En dan komt er weer iemand uit Den Haag en die zegt, onacceptabel. Ha. Werkelijk zo verschrikkelijk allemaal. En dan gebeurt er gewoon niks. Nee, nee. En ook bij die klimaatactivisten, weet je wel, die op die A10 en die A12 gingen zitten. Ja, toen kwam de mededeling weer. Onacceptabel. Ja, het is zo goed. Maar nog beter is de volgende. En misschien is dat jullie ontgaan, maar ik wil hem jullie toch eventjes laten horen en laten weten. Want er kwam een bericht dat de medewerkers van de NS, die hadden veel meer last, waren veel meer het slachtoffer van geweld de laatste tijd. Ja, meer dan 1000 gevallen waren er waargenomen. En dan komt dus de staatssecretaris van Infrastructuur, we kennen haar niet verder, en die heet Vivian Heijnen. En mevrouw Heijnen, die dacht bij zichzelf, maar ik kan het nog beter. En die zei de legendarische woorden, volstrekt onacceptabel. Kijk, dat is al een goed begin. Maar er kwam verder geen oplossing. Er werd verder niks gezegd over van hoe gaan we dit dan aanpakken, dat geweld bij de NS. En zij kwam met de volgende oplossing. En nou moet je opletten, hè, vrienden. Dit is weer triest en ontzettend grappig en komisch tegelijk. Let op, want zij zegt, het beste en het snelste resultaat is te boeken als mensen zich normaal gedragen. Ha, 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 ha. Mevrouw Heijnen. Ja, goed hoor. Ja, dat zijn oplossingen. Daar hebben we wat aan. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Daarmee dring je dat geweld, ja, achter elkaar terug. Ja, maar goed, toen kwam ze. Dames, dan was ze zelfs nog niet klaar. En dat betekent, zegt dan die mevrouw Heijnen, dat betekent dat je een kaartje koopt en vriendelijk bent tegen het openbaar vervoerpersoneel en je medepassagiers. Nou, die mevrouw Heijnen zegt, nou, die weet hoe ze het moet aanpakken, hoor. Ja, dat noemen we regeren. Ja, hey, vrienden in Den Haag, luister even goed. Weet je wat onacceptabel is? Dat jullie onacceptabel zeggen en er dan gewoon helemaal niks aan doen. Dat is onacceptabel.